De markt in Kerkrade is het toneel voor het Nederlands kampioenschap wielrennen. En de vraag die vandaag hier iedereen bezighoudt, is het parcours te zwaar voor dat kampioenschap met die vier moeilijke hellingen? Een hele goede avond, dames en heren. Welkom bij deze speciale uitzending van L1 over het NK natuurlijk. Vandaag met de belofte en de dames. En we kijken vooruit naar de elite renners van morgen. Rob Ruig en Wout Poels laten hun licht daarover schijnen. Te gast, de bondscoach Leo van Vliet. Van harte welkom. Net ook gekeken naar de dames. Wat vond je ervan? Ja, bij de dames zijn de krachtverschillen wel heel erg groot. Dus dat maakt de koers natuurlijk niet spectaculair. Ja. Maar de beste hebben wel gewonnen. Dat zal morgen ook zo zijn. Ja. Marjan Vos komt hier terug. Eigenlijk voor het eerst weer. Hè. Ze is lange tijd na die sleutelbeenbreuk. Ze wil zich richten op de Olympische Spelen. Jij moet daar straks nog drie renners aanwijzen. Is vandaag daarvoor een goed moment? Of kijk je nog naar het NK van morgen? Nou, jij wil natuurlijk weten. Ja, van, jij wil het toch weten. Je kan het altijd proberen. Nee, we gaan dinsdag. Gaan we de laatste beslissing nemen over de laatste drie renners. We hebben natuurlijk Westra en Terpstra aangewezen. Westra ook voor de tijdrit. Mm-hmm. En we kunnen eventueel nog een tweede voor de tijdrit aanwijzen, maar dat gaan we dinsdag beslissen. Ja. En speelt het NK daarin nog een rol? Omdat ook bijvoorbeeld Box Hill in Engeland zit ook nog wel een hellingje in. Ja, het is toch wel een lastig parcours daar ook. Het is te vergelijken met de Kamerich hier in Limburg. Mm-hmm. En die moet toch 9 keer beklommen worden. Weliswaar is het daarna 40 kilometer vlak. Mm-hmm. Maar ja. Voor de echte sprinters moeten ze wel 9 keer over die klim. Dus je moet toch wel renners hebben die wel een bergje op kunnen fietsen. Ja. Zijn de Limburgers kandidaat? Ruig, Poels? Ja, ik mag natuurlijk niks zeggen. Dus, ja, kandidaat kan je er wel zijn. Nou ja, kijk, als je goed rijdt morgen. Er zijn nog een heleboel renners in de race. Omdat er zijn niet echt heel veel uitschieters geweest. Dus het wordt echt een hele belangrijke wedstrijd morgen voor mij om een beslissing te nemen. Oké, laten we eens kijken hoe het vandaag ging bij de dames. Want daar, zoals gezegd, de lang verwachte terugkeer van Marianne Vos. Zal ze rijden, zal ze niet rijden? Een sleutelbeenbreuk op de Limburgse heuvels. Afgelopen maand, Olympische Spelen leken in gevaar te komen. Maar vandaag was ze er weer met die voorbereiding op Londen. Of het genoeg was voor de titel, hoort u van Sander Kleikers. In Rabobank nu haar nieuwe ploeg, Sabrina Stiltjes uit Meijl. En zij zit er wat verveeld bij, kijkend naar Moreno Hofland, die bij de belofte kampioen werd. Ze gaan dan in ijltempo op weg naar de start, alsof de kassa's zijn geopend bij een grote opruiming in de damesmodezaak. Fietsen overboord, het is dringend geblazen. Het is wel spannend, in één keer drukte hier, hè? Dat kunnen we wel zeggen, ja. Lekker druk en goed weer, wat willen we weer hebben dan? En die meiden die wrikken nu eigenlijk al. Ja, ze dringen inderdaad heel erg aan, ja. Hoort er kennelijk bij, een startschot dan. En dan kunnen de meiden vertrekken voor 11 rondjes over 10,3 kilometer op dit pittige parcours in Kerkrade. Hier op de eerste beklimming van de dag, de Mont-Chèvre. En dan zien we veel meiden in de problemen. En dit op die tweede echte beklimming van de dag, het Duivelsbos. En kijk aan, Marianne Vos trekt er meteen aan. Iedereen moet dan in de beugels. 18% is hier het stijgingspercentage. En dat doet bij de meeste dames ontzettend veel pijn. Zeker als je pech hebt. Want het Duivelsbos is 3 meter breed. En probeer dan maar eens met een materiaalwagen erbij te komen. Dat lukt niet. Dus ook de materiaalmannen komen zwaar in actie vandaag. Laura van der Kamp van Dolmans Poels. Ze mag haar weg gaan vervolgen op weg naar Rolduc. Van voren zien we een bekend gezicht met rug nummer 1. Ze is er ineens weer bij. Marianne Vos na haar sleutelbeenbreuk in de Parkhotel Valkenburg Hills Classic. Annemiek van Vleuten, de winnares van die wedstrijd. Daarachter ook van Rabo. Amy Pieters van Argos Kill. En in vierde positie namens AA Drink zien we Lucinda Brandt. Het peloton dan op het Duivelsbos in de achtervolging. Maar dat is niet echt een achtervolging te noemen. Moeilijk krijgen ze het gecontroleerd, want Rabobank controleert daar de grote groep. Hier de vier. En Rabo weet dan, we zitten in een uitstekende positie met de beste rensters van die ploeg. Van Vleuten voorop, Vos met de nummer 1 in derde positie. Amy Pieters van Skill. Lucinda Brandt van AA Drink. Sabrina Stiltjens vooraan het peloton dan. De Meijelse controleert de wedstrijd daarachter. De voorsprong van het viertal loopt dan gigantisch op. We zitten dan al in de derde ronde en de voorsprong is 2 minuten. De wedstrijd wordt helemaal lamgelegd. En vooraan werken ze nog altijd prima samen. Annemiek van Vleuten, Amy Pieters, Lucinda Brandt
En in vierde instantie Marianne Vos op de Montsèvre. Waar Vos dan nog eens keer eens gas gaat geven. Daar gaat ze. Van Vleuten kan dan goed mee. Twee andere dames, Brandt en Pieters, op het tandvlees. Vooral Amy Pieters, dochter van oud-baanrenner Peter Pieters. Zij zelf ook een hele goede baanrenster. Heeft het dan even moeilijk. Hier in de problemen, in het bijzijn van de ploegleiding. Want even later zien we dat ze eraf gaat. Drie man die dus verder gaan. Van Vleuten, Lucinda Brandt en Marianne Vos. Het is Rabobank contra AA Drink. En dus kan Rabo daarvan profiteren. Met een aanval van Annemiek van Vleuten. Vos houdt de benen even stil. Van Vleuten heeft een gaatje geslagen. En Brandt moet dat dan alleen gaan opknappen. En dat is moeilijk. Hier Van Vleuten op die zware klim met steilste gedeelte. Het Duivelsbos 18% maar liefst. Van Vleuten 29 jaar. Won vorig jaar nog de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar dus de beste in de Hills Classic in Valkenburg. Waar Vos ten val kwam, haar sleutelbeen brak en toch nog tweede werd. Dit jaar is het NK een van haar grote doelen, samen met de Olympische Spelen en het WK. Geldt ook voor Marianne Vos. Lucinda Brandt, de 22-jarige uit Dordrecht, krijgt dan aanwijzingen van de ploegleiding. En hier terug naar de kop, naar Annemiek van Vleuten op het Duivelsbos in volle inspanning. Oh, het is een sterk. Hier het duo daarachter. Brandt die het dan steeds moeilijker gaat krijgen. En Vos die wacht op een aanval op Montsèvre. Hier Brandt in de afdeling, let op. Dit gaat maar net goed, een overstekende wielertoerist. Van Vleuten blijft van voren. En een keer zien we Vos er dan achteraan. In de laatste ronde komt ze in de buurt van Van Vleuten die daar rijdt. Hier dan op de Duivelsbos voor de allerlaatste keer. Van Vleuten met een krachtsinspanning weet toch nog weg te gaan bij Vos. Hier is de nieuwe Nederlands kampioen voor de eerste keer in haar carrière. Annemiek van Vleuten aan Vos bij haar rentrée. Wederom ijzersterk. Vandaag wordt ze tweede op dit NK. Ja, dat dus de dames en een mooie winnares. Marianne Vos weer helemaal terug. Die conclusie die mogen we wel trekken. We praten nog even na, met name over het parcours met de bondscoach bij de heren, die morgen vooral goed op moet letten. Wat vind je ervan, Leo, van het parcours met die vier hellingen, 3200 meter klimmen op een rondje van 10,3 kilometer? Dat valt niet mee. Ja, ik vind het wel mooi. Ik vind een Nederlands kampioenschap mag ook wel eens een keer iets minder zijn of minder zwaar. Maar eens in de zoveel tijd moet het wel heel zwaar zijn. Dus het is ook wel mooi als we een echte winnaar krijgen natuurlijk, die ook in de Tour bijvoorbeeld... ons de rood-wit-blauw kan vertegenwoordigen. Ja, want je hebt wel het idee, degene die hier wint, dat is geen koekenbakker, dat moet per definitie een sterke jongen voor zijn. Voor mij moet het een sterke jongen zijn. Ja. Er is veel kritiek, ook veel bijval voor het parcours. Kun je dat plaatsen? Kenny van Hummel, ik heb niet zoveel kritiek gelezen. Nou ja, ik geef aan Kenny van Hummel, die zei ik vond het helemaal niks. Maar die weet ook dat hij hier niet kan winnen, dus dat zal de reden wel een beetje zijn. Ja, zo gaat het dan, de mensen die sprinten, die weten van ja, hier wordt niks, ik moet in Oud-Marsum zijn. Ja, daarom. Nou ja, dan moet hij gewoon een jaartje wachten of twee jaartjes wachten. Maar ik vind het wel leuk dat het... we hebben vroeger in Geulen gereden, was ook een zwaar parcours. Mm-hmm. Maar ja, dan had je toch altijd een mooie koers. En ik denk dat het voor de mensen ook heel leuk is om te zien hier. De mensen kunnen op de heuvels gaan staan en dan wordt het slijtageslag. En ik vind het goed. Het is smal. Is dat een probleem of is dat geen probleem? Nou, dat zou misschien een beetje een probleem. Vooral met lekrijden of met de assistentie is natuurlijk een beetje moeilijker. Maar ik heb begrepen dat we hier twee jaar rijden, dus de dingetjes die misschien niet helemaal goed gaan, die kunnen we volgend jaar kunnen ze aanpassen. Oké, zullen we zien. We gaan eens even kijken naar de twee Limburgse kanshebbers in deze ronde, in dat Nederlands kampioenschap. Wout Poels en Rob Ruig zijn natuurlijk, als het over klimmen gaat, goed. Hoe kijken die jongens uit naar de wedstrijd van morgen, naar misschien wel het nationale tricot en de kans op een titel?